Eres sempre. Vertel wie je bent. Vertel het. Ik ben Bert en ik ben 33. En ik kom uit Toemel. Aha! Ja, yeah, baby! Vandaar Iron Maiden. Bert, eindelijk wordt er gerockt. Wat zeg ik? Je heavy metal in The Voice. En dan nog met zoveel klasse. Dank jij wel. Hebt ons alle vier keihard overtuigd en nu gaan wij echt voor u vechten. Ik moet echt, als ik heel eerlijk ben, ja? Ik ben vooral ook gedraaid omdat ik u uit uw dak zag gaan en ik had zoiets van, ik moet het zien. Ah, zie je? Ja. Ik heb reclame gemaakt voor u. Hè. Dank u wel. Ik was ook de eerste die draaide. Ah, zeg jij. Hoe lang doe je dit al? Ik doe dit eigenlijk al een jaar of 12. Dat zijn optredens van 2,5 uur ongeveer. 2,5 uur. Mag ik iets vragen, voor zover je daarop kan antwoorden? Waar denk jij dat je het meest moet bij geholpen worden? Bij het Engels, dat bij mij ook al een schitterend is. Want allee, ik ben van Toemel, dat is nog erger als Oevel misschien. Ik zeg ik wel een wereldburger, hè, manneke. Oké. Okay. Ik kan je daarbij helpen. Hè. De ademhaling en nog zoveel van techniek, omdat ik dat totaal niet beheers. Ik heb nog geen zangles gehad of niks dus. Nee, er zijn vaak veel mensen die denken, hè, als dit genre passeert, dat al die gasten die zo metal zingen bijvoorbeeld, dat die zo zanglessen en dingen, jongen. Maar tegen die is zwaar, hè. Ja, ja. Kijk, wat je deed nu was tof, maar ik denk dat je nog veel toffere, coolere dingen kunt doen. Maar het feit dat je het al deed, was voor hier, voor een auditie, al vrij top. Want de meeste mensen staan op hun plaats en zijn al blij dat ze treffelijk kunnen zingen van de zenuwen. Dus dat is heel cool. Ik wil daar heel graag nog verder, beter. Allee, welkom in Team Koen, mocht je daar zin in krijgen. Dank u wel. Dus als ik één klein puntje van kritiek mag geven, zo, de pose nummer 10 uit het rock'n'roll handboek, zo, van ik zet mijn voet op de monitor, dat vond ik er net te veel aan. Zo. Maar ik vond dat het beste. Een klein puntje. Voor de rest, ongelooflijk, als je zegt dat je niet geschoold zit en dat je dat doet, dat is fantastisch. Dank u wel. Het is heel tof dat je de ballen hebt gehad of de wil, of gelijk wat je overhaalt om naar hier te komen in The Voice. En wij zijn alle vier omgedraaid. Ja. Uiteraard zijn wij alle vier enorm geïnteresseerd om u in ons team te hebben. Ik heb misschien nog iets meer dan de rest. Wie zegt dat? Maar, nee, maar het is niet omdat ik een vrouw ben dat ik niet kan roken. Oké. Dus ik denk dat het heel duidelijk is. Wij willen alle vier heel graag met u werken.
Wat is dan nu om te kiezen? Dat is kei zot. Maar... Allee, Bert, jongen, kom, zeg het. Ja, als ik dan toch moet kiezen, dan denk ik dat ik van Natalia ga gaan. Yeah! Je beleeft het hier.